Zo werd de 16e editie van de Indo Fair gisteren in Sanabudaya geopend. De beurs wordt georganiseerd door de Indonesische ambassade en de vereniging Herdenking Javaanse Immigratie. Het speciale bij deze opening was het gezamenlijke culturele optreden van danseressen van de Indonesische, Chinese en Indiase ambassade. De Indonesische ambassadeur in ons land, Dominicus Supratiko, gaf aan dat gisteren een belangrijke dag was voor de ambassade, omdat onder meer First Lady Ingrid Boutersen en een paar leden van de Raad van Ministers verwelkomd mochten worden. Supratiko zei dat de Indo Fair sinds 1996 een onderdeel is van de activiteiten van de ambassade bij het herdenken van de onafhankelijkheidsdag van Indonesië en de Javaanse immigratie. Conducted as an effort to encourage and foster the bilateral relation between Indonesia and Suriname in the field of culture, economy, and tourism. As we are aware, Indo Fair is not only as a means to promote Indonesian products and services, but also has become as a melting pot where families, friends, and other relatives can come together while being present in the exhibition. Meer dan 40 participanten uit Indonesië en Suriname zullen in 64 booths hun producten showcasen. Te midden van de moeilijke periode die beide landen doormaken vanwege de wereldwijde economische crisis, heeft de ambassade toch ondernemers bereid gevonden om deel te nemen aan deze Indo Fair. Mohamed Noor Salim, minister van Handel en Industrie ad interim, haalde aan dat de Indo Fair een bevestiging is van een lange bloeiende relatie tussen de twee landen. With opportunities in the infrastructure, mining, energy, agribusiness, and banking sector. Sector in which Suriname and Indonesia can work together. The policy of this government is to stimulate small and medium entrepreneurs, just to strengthen the competitiveness position of our business community. This fair will provide a platform for both local and Indonesian entrepreneurs to further deepen the economic ties. Minister Noor Salim bracht dank uit aan de Indonesische ambassade voor het wederom organiseren van de Indo Fair, die zeker ook kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname. De Indo Fair 2016 duurt tot en met zondag 30 oktober.